Dit is dit, kijk. Het lijkt als een klompje. Gaan we gelijk een lift in? Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe dagvlog vanuit Londen. Het is vandaag de tweede echte dag. Eigenlijk zou het de derde al zijn. Maar omdat we natuurlijk onze vlucht hadden gemist de eerste dag, is het vandaag de tweede dag. En ook de laatste volledige dag. Het is nu inmiddels 12 uur. We hebben net even lekker ontbeten. Ik heb een paar kleine shots gemaakt. Ik kom nu in beeld. Het was super lekker. Ik heb nu even lekker een Leslie sweater aan in de kleur peach. Met daaronder ons leren Melanie's kortje. En ik heb een panty met Dr. Martens aan. Helemaal leuk. Daarbij heb ik ook nog sieraden van mijn webshop. Namelijk deze oorbelletjes. Dit leuke kettinkje. Deze leuke ringetjes. Alles is van mijn webshop. Helemaal leuk. Wij gaan straks volgens mij eerst naar de Tower Bridge. En daarna gaan we lekker naar van die designer winkels. Gaan we lekker shoppen. Ja, helemaal zin in. Helemaal lekker zin om al die winkeltjes te gaan bekijken. En ook zin om dat Tower Bridge te bekijken. Volgens mij had het wel echt net geregend. Dus ik hoop dat het inmiddels wel te droog is. Er stond op de kaart dat het om 1 uur droog zou zijn. Het is nu 12 uur, dus ik ga even kijken of het nog steeds zo staat. Ja, het regent nog tot 1 uur. Dus nog eventjes in de regen en dan is het dus weg. En dan gaat het de hele dag stormen. Hele harde wind. Niet mooi weer vandaag. Echt heel kut. Gisteren hadden we echt een mooie dag eigenlijk. Blauwe lucht en er was ook gewoon een zonnetje bij. Gewoon top. Vandaag is het een ander verhaal, maar dit is best wel een goede shopdag om gewoon lekker winkeltjes in te gaan met het weer. Hebben jullie zin in deze vlog? Dan alvast een duimpje omhoog en dan neem ik jullie vandaag gezellig mee. Let's go! We stappen nu de metro in. Ik hoop maar dat jullie een beetje tegen mijn stem kunnen. Maar ik vind het zo leuk om hier met Melanie en Ramon te zijn. Want wij kunnen ze nu alles lekker leuk laten zien. Vind ik zo leuk. Ik ga nu mee terug. Oh, dat was een net vraag die ik ooit heb gezien voor jou. This is a Circle Line train via Liverpool Street and Tower Hill. The next station is Liverpool Street. Oké, dat zit ik zo blij. Heel nice. En heel blauw. Oké, nou ik had dus gekozen om een Dr. Martens aan te doen. Die ik echt letterlijk net een beetje heb. Maar ja, die moest natuurlijk eerst inlopen. Dus ik had toch mega veel pijn. Dus we gaan even naar de hotelkamer even andere schoenen aan doen. En ik denk dat ik ook gelijk een andere outfit aan ga doen. Want ik heb steeds een trui aan. Maar het is best warm buiten. En ook, we gaan nu straks winkelen. We gaan die, hoe heet die straat? De Oxford Street. Bond Street. Allemaal mooie winkels. Dus dan ga je gewoon winkel in, winkel uit. Doe gewoon even iets. Gewoon lekker een blouseje aan met een spijkerbroek. En lekker sneakertjes. Veel beter. We moeten nu nog even naar de metro. Richting het hotel. Oké, we zijn weer aangekomen bij de Bond Street. Volgens mij waren we hier gisteren. Oh, tuurlijk, gisteravond. Ja, heel graag. Oké, nou, we gaan even leuke winkels opzoeken. En we hebben nog even een klein hapje eten ergens. Want het is nu bijna 3 uur. En als we nog iets kleins willen eten, moeten we dat nu doen. En niet pas straks, want pas, ja, we gaan hem achter ook alweer avond eten. Heel leuk restaurantje, gereserveerd voor vanavond, hoop ik, denk ik. Maar ja, we gaan gewoon op links, rechts. Wil je naar Disney Store? Oké, okay, is goed. Nee, ik weet het niet. Het is wel een leuke winkel. Ja, doe maar gewoon. Why not? Oké, okay, we gaan naar deze Disney winkel. Ik ben echt benieuwd. Waar zijn onze vriendjes? Oh, maar dit moet Jalou niet zien. Al die Elsa pakjes. Oh my god. Dit moet Jalou echt niet zien. Dat is helemaal gek. Dan was mijn portemonnee nu leeg. Nu. Ja, echt. Ook leuk. Tweede verdieping, toch? Ja.
vandaag volgen we Melanie op zoektocht naar Louis Vuitton schoenen, die ze al heel lang wil. Ze is deze week. Oh, dat is wel een abrupte beslissing. Die. Okay. Het liefst in zwart-wit, toch? Ja, maar ik vind dit ook wel mooi, omdat het de eerste keer is dat je hebt gezien. Ja, dat is waar. Ze zijn wel uniek. Een nieuwe model. Ja, dit is dit. Kijk. Het lijkt als een klompje. Is dat raar? Ja. Nee, maar niet wel. 30% korting. Kijk, Louis, daar. Kijk, 30% korting op alles. Op alles wat er staat. Echt? Volgens mij wel. Oh? Melanie doet virtual reality om te kijken hoe de schoenen staan. Kijk. Wat vind je? Het is wel vet, hoor. Ja, vet. Ik was ook gewoon even passen. Ja. Maar het is wel heel duur. Toch? Ja. En ik weet nu al dat Ramon niet heen komt en mij gaat tegenhouden. Honden. Maar waarom zou hij dat doen? Laat je lekker. Ja. Mijn toestemming heb je, oké? Okay? Ik vind die ook wel vet. Daar kan je twee van halen. Die schoenen. Dat is een beetje ode, ja. Dat is niet waar. Oh nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Pas maar zo, had ik het gedaan. Kijk, ben je iemand die meer naar waarde hecht aan schoenen of aan tassen? Wat je vaak zou gebruiken en wat langer mooi blijft en zo. Beide leuk. Ik heb nog niet echt, ja, ik heb Balenciaga schoenen, maar verder heb ik echt designer schoenen. Ja. Ik vind het wel vet. Maar bijvoorbeeld deze die je nu om hebt, die draag je altijd. Ja. Jij hebt ook 10.000 schoenen volgens mij. Oké. Okay. Jongens, we gaan weer door naar de volgende mooie straten. Alles is versierd met mooie lichtjes. Er rijden echt zieke auto's rond. Echt heel nice. Kijk dit. Achter. Het is zo gezellig. Alles helemaal kerstig, hè, liefje. Maar het gaat nog mooier worden. Ja. Oké, okay, nou, we hebben voor vanavond eigenlijk een restaurantje gereserveerd. Maar we willen nog even iets kleins eten. Het is inmiddels al 20:05. Maar we willen gewoon even wat kleins eten. En alles is zo vol. We zijn nu bij een sushi restaurant geëindigd. En we gaan gewoon even iets kleins eten. Echt zin in. Het is best leuk uit. Ja. We zitten bij Soho Sushi. Kanpai heet dit. Ik ga even kijken wat er allemaal op de menukaart staat. Zin in. Oh, ik ben er zo blij mee. Oh, jongens. En dit voor een tussengerechtje voor de avond. Heerlijk. Nou, bon appetit. Echt lekker. Sashimi. Echt één van mijn favoriete gerechtjes tegenwoordig. Echt top. Zo in het hoekje zie je iets heel moois. Of nou, vet. Ik moet even oversteken. Hoe gaaf, jongens. Dit is een gebouw. En elke dag als de dag is geweest, gaat ze een vakje een lichtkleurtje geven. En het is een adventkalender, iedereen. Dus je kan kijken inderdaad
7 is al geweest. Is 8 al geweest? Ja, 8 is geweest. En vandaag is 9, nummer 9. En morgen wordt 10 gekeurd. Fucking grappig. Echt ziek. Maar het is zo druk. Echt niets te doen. Kijk dit. Dat is toch niet normaal? Het is inmiddels alweer avond. Het is 8:10. We hadden om 8:00 gereserveerd bij het restaurant. We hebben even gebeld van een half uurtje later konden komen. Ik heb nu een heel erg leuk outfitje aan, al zeg ik het zelf. Dit is de Tess Cropped Blazer van mijn webshop in het zwart. Met onder een t-shirtje van de Zara. Normaal heb ik altijd een beetje zo'n V-hals hemdje onder of een mooie body. Iets met kant of zo. Maar die heb ik niet bij me. Super stom. Omdat onze hele kamer aan het verbouwen is. Of niet, hoe noem je dat? We zijn kamers aan het verbouwen bij ons thuis, waardoor alles in onze kledingkamer stond. Dus ik kon gewoon niet goed kijken wat ik allemaal meenam. Dus daarom heb ik gewoon even dit eronder. Maar op zich is het niet heel raar. En daaronder onze Lindsay skort van de webshop in het goud. Geweldig. Zit ook best wel veel stretch in nog. Of nou ja, ja, op zich wel. Heel leuk. En mijn nieuwe Dr. Martens. Dat is echt een heel leuke outfit. Ik twijfel nog een beetje. Oh ja, ik had deze nog in. Van Lovie zijn die. Echt super leuk. En ik heb dit superleuke setje ook mee. Ik wilde eigenlijk deze een avond aandoen. Maar ja, we hebben gewoon niet nog een avond uit eten gaan. Dus ik zat heel erg te twijfelen. Maar dus is deze Lindsay top van de webshop met zo'n klein colletje. En je kan dus achter ritsen met een ritsje. Met zo'n superleuk bijpassend broekrokje. Deze is dus nieuw. Kijk hoe leuk dit broekrokje is. Er zit gewoon zo'n broekje onder. Echt geweldig. Super chill ook. Die hebben net buiten wel even geshoot. Lekker feestelijk. Want ik wilde wel per se een foto in Londen ervan. Dus die zit ook online. Ik weet niet of ze kort online staat als jullie dit zien. Maar in ieder geval echt zoen. Want het is echt een heel leuk setje. Tenminste, ik ga mijn best doen om social online te zetten trouwens. Ik moet gewoon desnoods eventjes in ons nieuwe huis even shooten. En deze staat al online. Hele leuke. Maat S, M en L. Oh nee, ook nog XS. XS, S, M en L. Wat heeft mijn vriendje aan vandaag? Hetzelfde als vanmiddag. Ja, hetzelfde. Nice. Leuk truitje van de Zara. Ja. Broekje van ASOS. ASOS. Cheesy. Ik ga wel even anders goed aan doen. En die jas van Sinterklaas. Ja, oh ja, leuk. Ja. Dat is wel slim. Daar heb je die ook niet voor niks mee, toch? Ik Peter? Een andere broek aan doen dan. Welk broek heb je nog meer mee? Met die gaten. Vind je dat leuker erbij staan bij die Balenciaga's? Nee. Even wachten. Het is wel echt gaan. Want... Ja, allemaal echt al gaan. Oh. Doe maar gewoon alleen die schoenen aan, joh. Nou, we zitten in de bus richting, hoe heet het, de bushalte waar we heen gaan? Bank. Bank. Oh, weer die. Ja. En hoe heet het restaurantje ook weer? Coq d'Argent. Coq. Kokkie. Coq d'Argent. Helemaal zin in. En we zitten dus voor in en boten in de bus. Het lijkt net alsof je overal tegen haar rijdt. Dat is wel cool, even voorin te zitten. Lijkt dat je overal tegenaan rijdt. Oh meneer, niet zomaar invoegen. Ho, ho, ho. Even een stukje. Op het laatste moment nog iemand voor langs. Heel cool. Die ja, was echt bijna aangekomen. Hier stapten jullie toen uit. Ja, hier zo. Ja, iets verder niet. Morgen alweer de laatste dag. Het gaat echt ziek, ziek snel. Hadden we jullie hierheen gehad. Oké, gisteren hebben wij dus over de 20.000 stappen gezet. 21.000. 20.000. Vandaag zit ik al bijna op de 16. Kun je eens klikken op, oh ja, hier is hij. Bijna op de 17k weer. Oh my god, we gaan die 20.000 zwaar weer aanstip vandaag hoor. Sowieso. Denk het niet. Nou ja, trouwens niet, als we gewoon de bus pakken. Oh ja. Hoe lang moeten we lopen vanaf daar? Het is echt naast. Het boeit me ook helemaal niks dat ik de 20k niet meer haal. Mijn voeten zijn kapot. Echt kapot. Inderdaad, morgen een lekker chill dag. Dan moeten we morgen wel 23.000 halen. Ik zei ook net tegen Ramon, ik heb eigenlijk zeg maar, amper een besefmomentje gehad dat ik hier ben. Wat alles zo snel. Het gaat heel snel. Ja. Ik had ook wel liever echt wel even een extra dagje gehad, want we zijn nu zo erg aan het haasten allemaal. Want we doen nu gewoon net op te veel op één dag, waardoor we helemaal kapot zijn zelf. Waardoor we ook niet, zeg maar nu, als het aan mij lag, zeg maar, als ik gewoon mijn verstand op nul zet, zou ik nu gewoon gaan slapen. Vet zonde, maar gewoon door je energie. Slapen. Ja, maar gewoon door mijn energie zou ik nu het liefst willen slapen. Maar ik zei ook van, ik ben ook alleen maar bezig met waar we heen moeten en zo. Dus dat ik net ook dacht, ik wil dat niet meer. Nee, dat zal ook wel. Gewoon alleen genieten maar bezig met planning en waar we heen moeten en zo. Maar nu even lekker genieten in het restaurant. Even zullen we alsjeblieft allemaal even een cocktail drinken vanavond? Sowieso. Eigenlijk, ik heb op de boot al gesurt. Kijk, daar moeten we zijn, bij die lichttoren daar. Oh ja. Zullen we dat? Oh, zijn we er nu al? Kok. Coq d'Argent. Dit is het restaurant, jongens. Gaan we gelijk een lift in?
Howie? Dat is gek. Hallo. Hallo. Zegt ze verborgen plekjes. Dag John. Dat is het. Let's go. Nou, we zitten bij het restaurant. En we hadden allemaal iets anders erbij voorgesteld. We hadden namelijk TikTok-filmpjes opgezocht. Iets luxe, het is best wel luxe. Iets gezelliger zag het eruit op TikTok. Dus we balen wel een beetje. En het is wel super chic. Maar we kunnen ook een menukaart kijken. Maar voor één cocktailtje betaal je ook wel bijna 20. Ja, je betaalt het natuurlijk wel. Het zal niet zeggen dat we denken, oh, is het hier leuk. Maar we gaan niet weg. Want alles is vol, staat er aan. Maar het blijft ook wel lekker. En wie weet, het is wel hartstikke goed. Maar wel jammer. Dat is het enige aan dat we echt gaan eten kunnen. En dan valt ik tegen plan hoe het eruit ziet dan. Misschien is het eten echt delicious. I cannot wait. Oh, ja, mooi is dat gevoeld. Oké. Oké, dan gaan we naar de smaak op. Ja, mag ik wel. Vijf. Zo even, het is echt heel gemakkelijk. Wat hadden we dan net? Ja, ik praat zo en er staat een vrouw aan de andere kant van de tafel die vraagt wat ik wil. Ja, sorry, maar niemand reageert. Ja, jij wel. Maar ik hoor mij gewoon niet. Hun zeggen niks, die boys. En wat was er net ook alweer? Ja, ik kreeg een keer een cola in het glas. Ik ben gewoon al gelijk dat ik een colaatje mag inschenken. En hij dus ook. Dus hij loopt om, want hij moet inschenken. Dus ik zeg, hij keek echt van benen maar god of zo. Heb je nog nooit in een luxe restaurant gegeten? En toen vroeg ja, Ramon of we de wijn ook wilden proeven. Zeg Ramon. Ja, en vroeg nog, doe je want te taste it? Ramon, no thank you. En toen keek hij echt wat zijn. Zo. Ja, is lekker. Hij is lekker hoor. Eerlijk, we kunnen wel allemaal interessant lopen doen met die wijnproeven. Maar we nemen het toch wel. Ja, weet ik wat. Het is ben gewoon wel met je eens dat het een beetje zonder ogen komt. Ja, hij denkt ook van ouders, zij komen van Portugal. Het is een vraag. En ik weet dat nog nooit iemand mee heeft gezegd. Ik zie hem wel weer zitten, dan zit hij bij mij in en dan doe je zo. Ja. En dan ben jij degene. Dat hoort. Dat hoort. En dan ben jij degene. Ik heb nog nooit iemand mee heeft gezegd. Ik heb nog nooit iemand hem gezegd, no thank you, I don't want this. Ja. Het is gewoon een beetje ongemakkelijk en het voelt ook een beetje alsof ik je niet hoor. Wat ik moet zeggen, maar last bij het ik weet niet, die bediening neemt het gewoon niet zo serieus. Ik ben heet aan het stuk gaan en dan kijk ik me echt aan van het klopt niet. Ja, maar het is gewoon gezellig, maar dat ja, het is een beetje serieus. Wij zijn ook de enige van deze leeftijd hier. Gewoon om even te laten zien wie we zijn. Gewoon even te laten hoe we echt zijn. Kom maar Rolex dan nog even. Geef maar een Apple Watch bandje. Ik heb een Rolex bandje vandaag op. Mooi. Ja. Oprecht, heb jij de wijn al gevoeld? Nee. Het smaakt wel echt lekker. Vies. Gewoon een broodkorrel. Nou, we hebben hier onze steak. I cannot wait. We hebben de Black Angus, Black Angus, Black Angus. Hoe spreek je dat uit? Lekker tomaat. Oh, lekker. Nou, bon appetit. Espresso martini. Ik dacht dus dat ik geen toetje wilde. En ik had de kaart helemaal bekeken. Komt Ramon aan met een lava cake. En jij zei nog voor de grap. Oh, lava cake. Ja, dat was een serieus. Ja, dat zei. Keek ik op de kaart. Ik zag hem niet staan en denk ik, oh, zo'n grap. Ja, want ik dacht, het was op het moment dat ik zei van, ik hoef geen toetje. Oeh, ik zie lava cake. Ik dacht, oh, zo'n grap. Maar nu hebben we zelf besteld, allebei. Dat doe jij niet. Nee. OMG. Nee, dat is voor vanille-ijs. Smakelijk! Peter kost het 66 euro. Lekker! Uitgegeten. Doe dan, ik wil nog even een leuk fotootje. Hier, ik weet niet waar we zijn, maar zo'n mooie kerstboom daar. Dus daar gaan we even heen. Maar we lopen hier langs een Flying Tiger. Vind ik ook leuk. Echt zo'n ouderwets. Kerstachtig Flying Tigertje. Fucking schattig. Cute. Wat voor kerstballen zag je? Ik zag iemand blij worden. Guys, het is inmiddels alweer 1 uur in de nacht. Wij gaan lekker slapen. Ik ben helemaal kapot. Maar we hebben echt weer een hele leuke dag gehad. We gingen nog even wat leuke fotoplekjes zoeken. Helemaal mislukt natuurlijk. Want het licht werkt niet mee in het donker. Ik ga even lekker mijn make-upje eraf halen. Mijn skincare doen. En dan gaan we alweer lekker slapen. Morgen alweer de laatste dag. Ja, echt een halve dag. We vliegen morgen om 7 uur al. Dus om 4 uur of zo weer in de metro zitten.
Dus morgen een beetje rustig aan, want we hebben zoveel gedaan in 2 dagen dat we gewoon helemaal kapot zijn. Vandaag ook alweer bijna 20.000 stappen, die dag ervoor ook. Maar we hebben echt veel gezien en echt super gezellig. Maar ik weet wel dat ik echt eventjes een beetje slaap nodig heb nu, dus dat ga ik ook even nemen. Dus ik hoop dat jullie de vlog vandaag weer leuk vonden. Vond je het leuk, dan duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En hoop dat ik jullie morgen zie bij de laatste Londen vlog. Hoop ik, als we hier wegkomen met het vliegtuig. Disfruta de la vida, bebé, disfruta como si mañana se acabara, se acabara, se acabara, se acabara.